storing op de lijn. Een luisterspel van Jennifer Phillips uit het Engels vertaald door René Metsemakers. U hoort Dora van der Groen, Diane de Gouvie en Marga Nerink. De regisseur is Herman Niels. Meisje, niet antwoorden. Het is een verkeerd nummer. Waarom? Wat is een verkeerd nummer? Het hield zo ineens op, hè? Maar juist door Rammer was niemand aan de lijn. Hoezo niemand? Maar nee, anders hadden ze langer laten bellen. Het hield zo ineens op. Waar was ik nou ook weer gebleven, Lillian? Voor we onderbroken werden ja? Door... Ze was sardientjes met krentenkoek aan het eten. Mens, het is niet waar. Ja, echt. Ik wil jij dat zien. Maar ze deed geen moeite om het te verbergen. Ja, dan is ze echt al harder wel geraakt. Ik zie je proeven. Denk je dat ik te aangepakt heb? Nee, tuurlijk niet. Wat heb je gezegd? Ik heb gezegd, dat noem ik een vieze manier van eten. Goed gezegd. Jij neemt ook nooit een blad voor je mond. Dat noem ik een vieze manier van eten? En wat zei ze daarop? Je gelooft het niet, Lillian. Ze zei, vis en vlees samen, dat is vies eten. Maar sardientjes met krentenkoeken niet. Ze zat dus niet om een antwoord te geven. Ze rolde eruit. Ja, wat zeg je daarop? Zelfs al is ze dan ook een echte zoen. Daarna hebben we kerkliederen gezongen. Dat is gek. Dat is helemaal niet gek. De woorden die onthoud ik niet zo best, maar ik hou van een opkikkerende deun. Nee, ik bedoel, hoe kwam je zo plots bij kerkliederen te gaan zingen? Wel, omdat ze iets over vis zei en Christus en brood en de... Nou, in verband met de krentenkoek. Dus je kunt daarbij... Ja, en zo kwamen we op de gezangen. Rots der eeuwen en zo. Ja, en we maakten er een zangavondje van. Ik heb nooit goed kunnen zingen. Omdat je er je best niet voor doet. Al ken ik een lied nog zo goed, het klinkt toch vals. Ik zing goed. Maar je schreef te hard. Ik heb het gehoord. Maar dat moet! Zingen is toch niet zomaar wat binnensmond zitten mummelen? Dat is precies wat jou scheelt, Lillian. Jij bent een schuchter. Zelfs aan de telefoon heb je de goede toon niet te pakken. Ik drink liefst van al mijn thee in deze kamer. Nou, waarom zou jij in jouw kamer zitten en ik hier? We kunnen net zo goed één grote pot thee zetten als twee kleintjes. Als we nou toch onder hetzelfde dak wonen. Het is hier warmer. Is de kachel in jouw kamer nog kapot? En ze moet gerepareerd worden, de pot is doorgebrand. Maar het is jouw kachel, meisje. Alles in dit huis is van jou. Maar jij hebt ze versleten. Jij laat ze de hele dag aan. Dat moet nogal een leven gemaakt hebben toen jullie twee aan het zingen sloegen. Daar heeft zich niemand over beklaagd. Zeg, meisje. Hoe wist jij dat het een verkeerd nummer was toen de telefoon daarnet begon? Oh, ik krijg de ene verkeerde oproep na de andere. Ik heb er me aan verwacht. Ze zou de centrale moeten opbellen. Maar de telefoniste weet daar immers niks van. Je draait 100. Ik weet dat je 100 moet draaien. Ik heb het gedaan die nacht toen er opgebeld werd om 11:30 vorige week. Was. Ja, ik heb het gehoord. Zie je wel? De kachel zal nog wel zo laat gebrand hebben. Ze was uit. Om 11:30. Niet te verwonderen dat de pot doorgebrand is. Wat zei ze? Wie? De telefoniste toen je haar opgebeld hebt. Het was geen zij, het was een hij. Een heel aardige jongeman. Heel beleefd. Nou, hij verontschuldigde zich. Zou ik denken, het was zijn plicht. Het moeten die nieuwe toestellen zijn die ze geplaatst hebben. Ja, wat het zei. Automatische centrale, ik weet het wel. De telefoon heeft de hele morgen staan tingelen. Ik heb niets gehoord. Maar je was er niet. Je was friet met vis gaan halen. Hoe weet jij dat ik friet met vis was gaan halen? Ik heb het geroken. Als ik friet met vis eet, dan poets ik daarna altijd mijn tanden. Hoe rinkelde de telefoon? Met korte tussenpauzes, steeds maar opnieuw. Nam je de hoorn dan niet af? Ja. Wie was het? Niemand. Heb je wat gezegd? Ik zei hallo, hallo, maar er was niemand. Oh, dat denk jij. Maar nee, ik heb goed geluisterd, hoor. Of ik ook iemand hoorde ademen. Misschien hielden ze hun adem in. En dan heb ik ze opgebeld. Wie? Wel, de centrale. Geef de telefoniste niet om dat je hem zo dicht belt. Nee. En dit keer was het een zij.
Ook heel beleefd en heel opgevoed is ze, ja. Goed opgevoed. Ze zei dat waarschijnlijk de werklui waren. Ergens aan het knoeien. Ja, aan de lijn, zei ze. Was er wind? Wind? Vanmorgen was het winderig. Dat kan de telefoon doen rinkelen. Och, ze heeft niks gezegd over wind. Maar zij zit binnen, ze weet het misschien niet eens als het waait. Maar ze zei dat het de werklui waren. Weet je, je zou niet hallo mogen zeggen als je de hoorn opneemt. Dat doe ik ook niet meer. Ik ben nu heel wat voorzichtiger geworden. Ik heb mijn lesje geleerd. Is de thee nog waar? Ja. Ik had graag nog een kopje smaak. Maar ga neem het van mij. Ja, dank je. En schenk voor mij ook nog eens even. Ja. Ik sop er graag mijn koekjes in. Vind je het niet ongepast als je me dat ziet doen, Lillian? Nee, niet in je eigen huis. Nou, dan zoek het maar. Zo. Je mag het niet zo lang in de thee houden, Mitch. Anders valt het onderste stuk in je kopje. Nee. Je hebt geen valse tanden. Nee. Stuk voor stuk mijn eigen tanden. Daar ben ik trots op. Maar waarom doe je dat? Wat? Je koekjes op. Nou, ik heb je toch gevraagd of je het ongepast vond. Oh, kan me niet scheuren. Als ik een dame zie met valse tanden, dan bemoei ik er me niet mee. Het is erg persoonlijk, dat wel. Maar je kunt het natuurlijk altijd wel merken. Ik bedoel, bekijk nou jouw tanden, Israëlien. Die hebben nooit zo gelijk gestaan. Nee, maar die zijn toch beter dan mijn echte waren. Maar ze passen niet bij je gezicht. Wat bedoel je? Och, mooie gelijke tanden, die passen toch niet bij jouw gezicht? Alleen regelmatige gelaatstrekken passen bij regelmatige tanden. Glimlach is? Ja. Kom maar, glimlach is. Dat ik ze nog eens goed kan bekijken. Nee, nee. Ja, kom maar, doen. Jij glimlacht niet vaak genoeg. Nee. Zeg dan eens, hier. Nee. Stil nou maar. Dit keer belt hij langer dan anders. Zou je maar niet antwoorden? Vooruit dan maar. Ja? Met het huis van de dierenarts. Wat heb ik je gezegd? Voel je je wel goed, Mert? Het komt. Het kom. Hier. Ik hou nog wat van je thee. Zal ik... Nee, je hand beeft. Kijk. Nou, wat hebben ze gezegd? Och, niks nieuws. Ik ken het al wel vroeg. Ja, maar wat? Met het huis van de dierenarts. Wie willen ze er eigenlijk tussen nemen? Wie denken ze voor de aap te houden? Ons hebben ze er niet mee, Lillian. Oh. Daar kunnen ze zeker van zijn. Ze controleren weer. Controleren om te zien of we thuis zijn. Ja, nee, meisje. Ga liever maar eens kijken of de achterdeur op slot is. Je hebt ze zelf achter me gesloten toen ik binnenkwam. Ik was het eentje voor de kat op de vensterbank gaan zitten om af te koelen. Ben je daar zeker van? Ja, je hebt de sleutel bovenop de kachel gelegd. Onder de kruik? Ja. Ja, dan kunnen we gerust zijn wat de achterkant van het huis betreft. En de tuindeuren van jouw kamer, zijn die dicht? Met het weer heb ik ze niet eens opengehaald. Waar is de sleutel? Onder het karpet, onder de buffetkamer. Maar hoe lang is het al geleden dat je nog gekeken hebt of je er nog lag? Maar meetje, je hebt al een sleutel gehad te dicht gemaakt. Ja, blijkbaar. Hoe lang? Meetje... Wie controleert dan, denk je? Iemand die wil weten of we het huis uit zijn of niet. Dat is een heel oude truc. Ze zorgen dat ze vooraf zeker van zijn dat het huis leeg is. Vooraf, ja. Dan is het misschien maar de beste dat we altijd antwoorden als de telefoon rinkelt. Als we antwoorden, weten ze dat we thuis zijn en dan zijn we gerust. Daar ben ik niet zo zeker van, Lillian. Wat? Waarom niet? Omdat ze ons misschien willen thuis hebben. Maar nee, denk je toch niet echt? Ik bedoel inbrekers. Inbrekers hebben toch liever dat we niet thuis zijn. Dan kunnen ze doen wat ze willen zonder dat het hoort. Ze kijken niet zo nauw, weet je. Wie? Mannen. Meisje, je gaat toch niet veronderstellen.
durf er gewoon niet aan denken. We moeten de feiten onder ogen durven zien. Ze controleren ons. Waarom heb je eigenlijk telefoon in huis genomen? Ik bedoel, het is zo'n bedreiging. Ik bereik hem alleen wanneer mijn zuster me vrijdag zo belt. Ik heb van hieruit nooit iemand opgebeld. Behalve dan de eerste weken nadat ik hier bij u was komen wonen. Als je het mij vraagt, had je hem moeten afblijven. Dan heb je het. Als ik je daar zie zitten telefoneren met mijn telefoon, dan krijg ik het op mijn heup, Lilian. Ja, ik kan er nu eenmaal niks aan doen. Dan krijg ik het op mijn heup. Ik steek toch altijd door die pijnjes in de pot. Ja, maar jij weet nu eenmaal niet hoe je een telefoon moet gebruiken. Je gaat er veel te bedeesd mee om. Alleen maar omdat jij zit te kijken. En als je dan de horen weer ophangt, dan doe je niks aan zalige, omdat je niet goed hebt verstaan wat er gezegd werd. Als ik in de telefooncel aan de overkant van de straat mijn zuster opbel, dan versta ik altijd alles heel goed. Dan telefoneer jij maar vanuit de cel met die lieve zuster van je. Ik heb jou je eigen telefoon ook nog nooit weten gebruiken. Dus jij zit altijd te luisteren of ik hem gebruik of niet. Ik heb toch oren? Grote oren. En als ik jou eens bemoeid, ik me niet met andermans zaken. Maar waarom heb je hem dan laten installeren? Voor het geval ik weer een aanval krijg. Oh, je bedoelt als je weer eens door je benen gaat? Ja, als mijn benen het begrepen als ik ineens zak. Maar daar zou je niet eens bij toestemmen. Het is toch een geruststelling. Maar nu ben ik hier om je te helpen. Huh? Ja, jij hebt niet eens de kracht van een mus. Hoe zou jij me nu kunnen optillen? Ja, je bent erg groot, dat geef ik toe. Wat bedoel jij met groot? Ik ben gewoon... Toch groter dan ik? Dat bedoel ik, ja, gewoon. Maar je hebt toch nog altijd de telefooncel aan de overkant van de straat. Ben ik toch niks meer als ik door mijn benen zag? Ik zou toch naar de overkant kunnen lopen? En mij hier laten liggen, met mijn lamme benen, ja. Voor één minuutje, maar... Ik weet toch dat de mens in een crisismoment altijd reservekracht vindt. Reservekracht, waarvoor? Wel om je op te tillen. Ik ben er zeker van dat ik je overeind krijg. Als ik maar met een flinke ruk begin. Maar ik wil niet dat er aan me gerukt wordt. En toch zouden we het eens moeten proberen, mens. Denk. Zeg, als jij eens op de grond ging liggen. Denk er nog niet aan. Ik vind dat we die telefoonkwestie eens even goed moeten uitpluizen. De zaak oplossen. Dat we eindelijk rust hebben. Maar dat kunnen we immers niet. Als je niet weet wat er allemaal op de lijn kan gebeuren, dan kun je toch niks oplossen? Het moet. We moeten er een eind aan maken, meisje. Zo kan het niet blijven doorgaan. Zeg jij dan maar eens hoe, hè? Jij die zo verstandig bent, zeg me dan maar eens hoe. Wel, we moeten de zaak grondig uitknokkelen, meisje. Ze langs alle kanten bekijken en nagaan hoe de vork aan de steel zit. Bijvoorbeeld... Uitvissen wat er gebeurt als je ons nummer draait. Als je de telefoonhoorn oppakt en je eigen nummer draait. 2, 3, 4. Dat gaat toch niet? Maar waarom niet? Als de lijnen in de war zijn, is het mogelijk dat je een ander nummer krijgt. Als wij zelf een verkeerd nummer hebben, wie weet wie je dan aan de lijn krijgt. Maar je kan jezelf niet opbellen, Lilian. Maar als je 2, 3, 1, 8 opbelt, krijg je misschien de dierenarts aan de telefoon. Voilà. En als dat gebeurt, dan zou je meteen weten dat het een echte vergissing is als er nog eens iemand je opbelt en naar de dierenarts vraagt. Als je jezelf opbelt, dan hoor je het zijn in gesprek. Ja, in gesprek. Omdat je jezelf niet kunt opbellen zonder eens te horen op te nemen. Zie je wel? Maar als wij een verkeerd nummer hebben... Dan zou je iemand anders aan de lijn krijgen. En dan kon je vragen wie het was. Zo zou meteen alles opgelost zijn. Als jij iets in je kop hebt, hè. Ik denk alleen maar aan jou, meisje. Wel, er zit misschien wel wat in. Als ik mijn eigen nummer draai en er antwoordt iemand, dan weten we dat we op de centrale verkeerd aangeschakeld zijn. En dan zou ik kunnen vragen aan de persoon die aan de lijn is... Wat hij denkt dat zijn nummer is. Gekruiste lijnen. En als zijn nummer niet 2, 3, 1, 8 was... Dan zou ik de centrale opbellen. Dan kon ik hem zeggen waar de fout was. Ja, en dan kon je de vinger op de wonde leggen. En dan moeten zij maar voor zorgen dat alles voor elkaar komt. Ja, dat is juist. Wat doe ik dan?
Nee. Wacht even, eerst even nadenken wat ik zal zeggen als er toch iemand afgaat. Ik zou vragen, wat is uw nummer? Denk je? Als iemand mij dat moest vragen, dan zou ik niet antwoorden. Misschien zeggen zij het wel. Misschien nemen ze de hoorn wel op en zeggen dadelijk hun nummer. Dan hoef je helemaal niets te vragen. Maar dat doen ze niet. Niet als ze verstandig zijn. Je kan toch altijd zeggen dat er een kleine moeilijkheid is die het dwars zit. Ja. Ja goed, ik ga het al proberen. Maar je mag ze geen haast opreden. Nee, ik doe het nu meteen. Het zal de zaak wel klaar worden. Twee, drie, één, acht. Wat heb ik je gezegd? Laat ze zelf maar. Ik spreek. Wel, dat is nou jouw knap idee, hè? Zeg nou niet dat ik het je niet voorspeld heb. Jij luistert nooit naar me, Lydia. Soms ben je echt koppig. Jij dacht toch ook dat het een goed idee was? Wat ja, waarom zou het anders gedaan hebben? Laten we nou niet gaan kibbelen, wil je? En wie zegt je dat je geen ander nummer dan het onze hebt gekregen? Maar dat ze daar ook toevallig in gesprek was? Weet jij met zekerheid dat ik niet de dierenarts was die in gesprek was? Geef toe dat zoiets mogelijk is. Maar niet zeker. Je hebt er geen idee van hoeveel mensen zieke dieren hebben de laatste tijd. Ja, dat is waar. Hoe lang is je laatste Cyperse kater nu al dood? Hij stierf juist voor jij hier kwam wonen. Het was een schat. Hij verstond ieder woord dat ik zei. Hij was tenminste zo geen Engels van een buitenslaper als die ik nu heb. Hij ligt onder de appelboom. Wie? De Cyperse kater. Bedoel je dat je hem daar begraven hebt? Ja. Toen hij doodgegaan was... Het was een uitverkoren plekje onder de appelboom. En zeggen dat ik van die appels gegeten heb. Wat bedoel je daar nu mee? Wel, hij zit dan toch in de appels of niet soms? Als je niet goed nadenkt. De boom heeft zijn voedsel uit hem gehaald. Oh, wat zijn lichaam zit onder de grond daar, waar de wortels van de boom en voedsel op zijn. Oh, het is wel gelukkig. Het zijn prachtige appels. Ik zal er niet meer van eten. Maar goed. Misschien kunnen we nog wat anders bedenken. Wat? Om die telefoonpuzzel op te lossen. Een echt onfeilbare middel. Ja? Je moet er alleen maar voor zorgen dat je laat opbellen door iemand die je kent. Wie? Die met dat sardientjes met krentenkoek, die zou het wel doen. Je belt haar op hè, en vraagt haar dat ze jou dan opbelt. Maar zij heeft geen telefoon. Dan is ze helemaal van de buitenwereld afgesloten. Ja. Mijn zuster zou het misschien wel willen doen. Ja, waar ik geen drie pennies aan hoor. Nou, wat je me van haar verteld hebt, vind ik dat ze een verwaand mens is, je zuster. Ze belt me elke vrijdag op om te vernemen hoe ik het stel. Zou het haar dan kunnen vragen? Maar het is toch maar woensdag vandaag. Oh ja. En dat bij jou vrijdag opbelt, dan heeft ze toch immers het goede nummer? Misschien heeft ze altijd al een ander nummer gedraaid dan wij denken. Ik heb het haar nog nooit gevraagd. We zouden de proef op de som moeten hebben. Jammer dat we tot vrijdag moeten wachten. Ze belt alleen maar vrijdag. Maar jij zou naar de telefooncel aan de onderkant kunnen gaan. Ook goed. Ja, als je dat wil, dan doe ik. Ik ga je het geld geven. Niet nodig, ik heb altijd geld in mijn mand. Ja, jij bent op alles voorbereid. Ja. Ik ga dan naar de overkant en bel me. Ja, zelf. 2, 3, 1. En als ik jou dadelijk aan de lijn krijg... Maar als ik het niet ben, dan vraag je hun nummer. En laat je niet bedoelen. Nee. En spreek flink en dun. Wees maar gerust. Even mijn mantel aantrekken. Ja, ik ga met je mee tot in de gang. Een raampje naast de voordeur kan je kijken of er iemand in de telefooncel is. Ja. Zeker van dat zal gaan? Ja. De cel is leeg, er staat niemand in. Maar dit is even kwaliteit. Je had er uren kunnen staan wachten. De mensen bekommeren zich niet om een andere reden. En blijf niet te lang weg, hè. Het wordt al donker. Vergeet niet 3 maal
vanmiddag aan de overkant gehold. En ik heb je nog zo gezegd voorzichtig te zijn. Wat zeg je? Oh, daar heb je het weer. Ik heb het altijd wel gezegd dat je niet best meer hoort. Wat scheelt er? Ik hoor heel goed. Wel, dan heb je me dus toch aan de lijn. Ik bedoel, dan hebben we toch het goede nummer. Met wie spreek ik alsjeblieft? Ja, wat staat nou voor ons in? Je weet toch best met wie je spreekt? Mevrouw, kunt u mij Lillian geven alsjeblieft? Maar jij bent het zelf die me al belt, Lillian. Lillian? Voel je je wel goed? U begrijpt me niet. Ik zou Lillian willen spreken. Maar dat ben jij zelf. Wie is daar? Misschien heb ik een verkeerd nummer. Maar nee, je weet toch best dat je het goede nummer hebt. Kom, wees nu flink. Ben jij het net? Wel, ja, natuurlijk ben ik dat. Nee, luister eens naar me. Ik zou Lillian willen spreken. Ja, wat moet ik daarop antwoorden? Kijk, waar is Lillian? Is ze daar bij u? Ze is aan de overkant van de weg in de telefooncel. Wou ze me opbellen? Met wie spreek ik? Met de zuster van Lillian, ik zou Lillian even aan het apparaat willen. Maar u belt toch altijd op vrijdag? We hadden het er net nog over. Altijd op vrijdag. Maar ik hoef toch niet precies op vrijdag te bellen. Maar het is woensdag vandaag. Ja, ik weet dat het woensdag is. Ik zou wel graag even spreken omdat ik vrijdag niet zou kunnen opbellen. Maar ik zei u toch al, ze is naar de telefooncel. Ze ging mij opbellen. Ging ze u opbellen? Woont ze dan niet meer bij u? Maar natuurlijk woont ze nog hier. En ze ging naar de telefooncel om... Dat zei ik toch al, ze ging mij opbellen. Ja, ik geef het op. Maar u moet vooral niet denken dat ik u uitleg verschuldigd ben, hè? Als ik u was en de zuster van Lillian, dan zou ik me maar met mijn eigen zaken bemoeien. Je moet toch maar lef hebben. Kom, Zizamatschik. Kom. Eentjes in de gang. Kijk aan het raampje op. Is er iemand? Ja, er is iemand. Hallo. Hallo. Daar. Zeg ik niet. Welk is uw nummer? Ik moet uw nummer weten. Maar jij hebt toch zelf gebeld? Ja, dat wel, maar... Wel dan. Wat is uw nummer? Waarom zou ik het je zeggen? Als ik u zeg dat mijn naam Lillian is, weet u dat genoeg? Je kunt veel zeggen. Zeg eens niet bewijzen. Dan geloof ik dat ik de verkeerde persoon aan de lijn heb. Hoezo verkeerde persoon? Dan zou je beter inhaken. Oh, akelig ding. Ik zal de draad doorsnijden. Dat zal ik doen. De draad doorsnijden, dan is het ermee gedaan. Dan zal ik er geen last meer van hebben. Aan en uit. Ja, ja. De draad doorsnijden, maar het is gaar. Nee, dat zal niet gaan. Ah, de tuin schaar, dan maar. Oh, dat zal nu zijn. Ja, ik dacht dat het leuk was. Kom binnen. Lena, er is wat vreselijks gebeurd terwijl je weg was. Maar ik heb er mijn kop niet bij verloren, dat zeg ik je. Maar ik heb het echt beroerd gehad. Ik ook. Dat, het was akelig. Wat is er dan gebeurd? Eerst kreeg ik het zijn. In gesprek. Ik ga de draad doorknippen, dat is de enige oplossing. En weet je, er had iemand lippenstift op een spiegel gesmeerd. Waar? Op het spiegeltje, je weet wel, in de telefooncel. Het spiegeltje waarin je naar jezelf kan kijken terwijl je telefoneert. Lippenstift? In de vorm van lippen. Wat doe je? Op de spiegel? Ja, er moet iemand zijn lippen op de spiegel hebben gedraaid. Wie zou nog zoiets doen? Oh, er zijn zonderlinge mensen. Walgelijk. Dacht ik ook. Oh, zo'n smotige spiegel. Waarom doen ze dat nou, denk je? Om een teken achter te laten, denk ik. Alleen maar om een teken achter te laten? Of om zichzelf in de spiegel te kussen. Ha, bah, bah. Zo zijn de mensen. Ze aanbidden zichzelf in de spiegel. Ja, dat doen ze. Lillian, ik heb een plan. Een plan? Ja. Kom in. Ja. En haal de schaar uit de provisiekast. Welke schaar? De tuinschaar. Maar je gaat toch niet... Wie heeft ze in de provisiekast gelegd? Ik. Ze is ingepakt in papier en ze ligt op de bodem van de kast. Ik heb ze binnengebracht omdat ze buiten te snel roest. Ik kan niet zo die hurken met mijn benen. Neem jij ze nou eens. Vind je ze?
dier? Ja, dat is ze. Zeg, wat zit er in die kartonnen doos? Appelen. Ze bewaren uitstekend. Neem er maar in als je lekker. Nee, maar ik eet er niet. Och, ik kan ze toch allemaal niet alleen op eten. Wat ben je nu met die schaar van plan? Doe het papier eraf en breng ze naar de voorkamer. Gaat het? Wat ga je hier toch met die schaar doen? Ja, dat zul je wel zien. Wat? Dat is toch mijn schaar, Lilian? Ja, dat weet ik. Maar ik zei je toch dat ik de draad ga doorknippen. Wat? De telefoondraad. Man. Mijn besluit staat vast. Dat mag je niet. Dat zul je dan wel eens zien. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Ik ben beu. Maar nee. Nee, ik doe het, Lilian. Het is misschien gevaarlijk. Er zit vast en zeker elektriciteit in die draad. Ik weet vanzelf dat je zo'n draad niet zomaar kunt doorknippen, maar met deze schaar zou beslist wel. Je zou een schok kunnen krijgen. Dan ga ik op iets uit rubber staan. De mat die voor het toilet ligt? Toch niet in de zitkamer. Trek dan mijn hoge tuinlaars aan. Want het passen me niet. Bekijk jouw voeten eens naast de mijne. Kleine voetjes zijn elegant. De Chinezen vinden hun voeten in omdat ze niet meer zouden groeien. Chinezen vertrouw ik niet. Oh nee. En als je je voeten inbindt, dan zijn ze niet goed meer om mee te lopen. Ik loop vlugger dan jij. Ja. Moet me altijd voor je inhouden. Je weet dat ik met mijn benen sukkel. Het heeft niks te maken met de maat van mijn voeten. Dan doen ze dan aan je handen. Wat? Aan mijn hoge laars. En jij dacht dat ik mijn handen in jouw laarzen ging steken. Ze zijn proper van binnen. Ik zou de schaar eens niet kunnen vasthouden. Maar mijn voeten zijn ook proper. Ik heb een tante gehad, hè, die met een boer getrouwd was. En zekere dag toen ze haar laarzen aantrok, zat er een muis in. Oh, ja, wat gebeurde? Ze trapte ze tot moes. Had ze sokken aan. En daarom kun je ze beter altijd eerst uitschudden. Eer je ze aantrekt, ja. Ik zal het onthouden. Van sommige dingen moet je je handen afhouden, meid. Van wat, bijvoorbeeld? Van de telefoon. Maar hij laat me ook niet met rust. Eigenlijk is hij niet van jou. Hij staat toch in mijn huis? Je hebt hem gehuurd. Ach, ik zal het toestel immers niet beschadigen, het toestel niet. Ze kunnen het nog rustig ergens anders gebruiken. Ja, maar het karpet bij de haard. Heeft een onderkant uit rubber. Dat zou wel goed zijn. Haal het hier en draai het om en dan ga ik erop staan. Ik geloof niet. Luister, Lilian. Al wat ik je vraag is het karpet hier te brengen om mijn benen te sparen. Maar als ze moedwillig wordt, dan zal ik het al niet. Dat wordt knap hoor. Ja. Hier is het. Ja. En omkeren nu. Zo. Ja. Geef me nu de schaar. Ja. Oh, meisje. En nou vooruit dan. Maar daar krijg je last mee. Er is maar één die me zal zeggen wat ik in mijn eigen huis mag doen of laten. En dat ben ik zelf. Dat is dat. Nu zullen we eindelijk rusten. Oh, meisje. Luister. Niets meer. Dat kan ook niet als de draad hoor ik niet. Ja, maar zeker is zeker. Ja. Oh. Toen ik in de telefooncel was, kreeg ik het zijn in gesprek. Dus hebben we toch een verkeerd nummer, gekruiste lijn. Och, misschien ook niet. Misschien was ik net aan het praten. Maar ik kwam toch niet aan toestel? Oh, ja, zeker deed ik dat. Deed je dat met opzet? Heb je met opzet de hoorn afgenomen terwijl je wist dat ik in die koude cel stond? Nee, maar die andere was met geen stokken van de lijn te krijgen, dat weet je toch? Welke andere? Maar ze zei dat ze je zuster was. Was het mijn zus? Weet ik het. Ze bleef maar aandringen. Maar mijn zuster belt alleen op vrijdag. Dat heb ik haar ook gezegd. Ik zei maar, u belt toch altijd op vrijdag? Als zij het was, tenminste. Was het? Ik heb haar maar één keer in mijn leven gezien, die keer toen ze hier geweest is. En jij neemt de telefoon altijd af op vrijdag, want dan belt ze. Heb je haar gezegd dat het woensdag was vandaag? Ja, en ze zei dat ze vrijdag niet zou kunnen opbellen. En waarom niet? Maar weet ik dat? Maar vrijdag zou je het weten of zij het was, want dan zal ze niet bellen. Ik denk dat ik aan mijn lieve zelf eens terugbel. Als ze me op een woensdag telefoneert, dan moet ze wat bijzonders te vertellen hebben. Maar deze telefoon kun je niet meer gebruiken. Jij ook niet, meisje. Hoe bedoel je dat? Als je door je knieën gaat, als je weer een aanval krijgt. Maar jij bent toch hier? Ze zei me toch dat
dat ik op jou kon rekenen. Ik dacht dat je het meende. Spreekt vanzelf dat ik het meende. Niet in het einde dat we nu van de wereld afgesneden zijn. Wat is het? Wat was dat? Wat? Het was net of ik hoorde iets omvallen, omverlopen. Waar? Achter het huis. Ze zei er. Wie? Toch niet? Ja. Zij die ons controleert. Nu begint het. Ik ga de deur dicht doen. Grendel, op de grens. Slaat ons niet op, mensen. Zo, zonder die deur zijn we weerloos. Wat denk je wel dat ze met oude vrouwen doen? Zetten schedels in de... Dat doen ze. En ze knopen ze op ook. Misschien heb je de kat gehoord. Misschien is hij op de vensterbank gesprongen en heeft hij de schaal met vis afgegooid die ik buiten heb gezet om af te koelen. Het kan de kat geweest zijn, weet je. Maar het kan de kat ook niet geweest zijn. Ik speel liever zeker. Ga jij maar kijken als je wil. Nee, ik kan niet. Misschien zijn ze wel met z'n tweeën. Maar jij zou het nog niet in de baas kunnen laten staan, twee. Zie nou wel. Misschien hebben ze weer opgebeld om te controleren. En hebben ze geen antwoord gekregen. En dan hebben ze gedacht dat we niet thuis zijn en dat dit het geschikte moment was om te komen. Wist het wel dat het heel wat beter was een telefoon te hebben? Wisten ze tenminste wanneer ik thuis ben? Nou, misschien. Je bent wat te vlug geweest, mens. Maar toen ik de draad doorknipte, heb ik me niet afgevraagd wat zij zouden denken. Ik dacht alleen om onze rust. Ja, luister. Ik hoor niets. Ik heb een heel scherp gehoor. Jij niet. Bel de politie op. Hoe? Och, ja. Ik zou terug naar de telefooncel kunnen gaan. En dan springen ze in de gang misschien op je toe. Het wordt donker. We zouden je langs achter kunnen bespringen. Oh, mijn meisje. Ik zou heel stilletjes kunnen sluipen. En mij hier zo alleen laten. De deur gaat niet meer open. Dus jij wou er stilletjes vandoor gaan. En mij hier aan mijn lot overlaten. Maar wat moeten we zo beginnen? En de avond begint pas. Moet je hier zo de hele nacht in angst zitten? We zullen gewoon wat babbelen, alsof er niks aan de hand is. En morgen nacht. Je hoeft niet te fluisteren. Ik heb al een hele tijd niets meer gehoord. Ik ook niet. Je moet er wat aan doen, mensen. Ik vraag het niet langer. En ik wou met de telefoon er aan niet aan doorgezien. Je zal toch niet van je stokje gaan, hè? Nee. Weet je wat ik zou doen? Ach, ik heb nooit gedacht dat ik zo op je zenuwen zou werken, meneer. Maar ik zal morgen naar de centrale gaan om te vragen ons weer aan te sluiten. Maar dan zal je alles moeten vertellen, meisje. Ik zal me niet verwonden als ze nijdig worden. Wat vertellen? Als ik de doorgeknipte draad. Maar het zal me wel opluchten. Ik zal er geen doekjes om winden en ze zeggen dat de draad doorgesneden is. Maar hoe? Door wie? En als ze dat vragen, dan zeg ik dat ze zich met de eigen zaken moeten bemoeien. Je zou kunnen zeggen dat je de draad in je handen had en dat die plot brak. Ach, dat geloven ze toch niet. Maar ik zal zeggen dat er een defect op de lijn. Nee, een defect in de draad. Dus morgen vroeg ga ik. Nou, dat is dan al geregeld. En jij gaat met me mee om een doos appels te dragen. Voor wie? Op weg naar de centrale moeten we voorbij het huis van de oude vrouw. Ik zal ze wat van die appels geven. Op die manier slaan we twee vliegen in één klap. Je kan ze toch niet allemaal alleen opeten. Welke oude vrouw? Wel, die met die krentenkoek. Oh, met de sardientjes, ja. Zij zal de appels wel lusten. Ze zal er me zeker erg dankbaar voor zijn. Je gaat dat toch niet vertellen dat de kater begraven ligt onder de boom waar ik de appels van geplukt heb. Och, daar geeft ze geen zier om. Ze zal er geen spier om vertrekken. Misschien vindt ze juist daarom nog smakelijker. Het is een gezellig uitje voor morgen vroeg. Misschien vraagt ze ons wel om een kopje thee met ons te drinken.
Dat is dan al iets waar je kunt naar uitkijken, hè, Lilian? Maar ik ben geen kerkleider, hoor, meid. En als ze de telefoon terugkomen aansluiten, dan moet je thuis blijven, Lilian. Er is geen haar op mijn kop dat eraan denkt met die venten alleen in huis te blijven. Ah, goed. Dan blijf ik thuis, meid. Als je weet wat voor soort volk ze daar in dienst hebben. Maar je zei toch dat de telefonist een aardige jongen was? De werklui zijn natuurlijk van een ander slag. En ik laat ze ook niet alleen in de kamer. We zullen hier gaan zitten, net zoals nu. En we zullen ze in de gaten houden. Achter ze gaan staan. En de schaar, die leggen we hier, dat we ze maar voor het grijpen hebben. Ik hoop maar dat het toestel weer aangesloten is als mijn zuster vrijdag opbelt. Daarvoor was zo'n telefoon eigenlijk onmisbaar. En voor jouw benen natuurlijk. En als die terug aangesloten is, antwoorden we alleen op vrijdag. Akkoord. Ja. En ook in geval iemand anders dan je zuster ons opbelt, als ze ons op voorhand laten weten op welke dag ze zullen opbellen, nemen we ook op die dag te horen aan. Maar anders alleen op vrijdag. Wat doen we nu? Ik bedoel met die kerels die ons controleren. De achterkant van het huis moet beter beveiligd worden. De glasscherven op de achterste tuinmuur laten metselen. En mijn poes dan? Oh. Oh ja, dat heb ik niet aan gedaan. Nee, natuurlijk niet. Dat dacht jij weer niet aan. Hij zou zijn pootjes kwetsen. Je weet hoe graag hij op die muur zit. Ik ben een echte dierenvriend, Lilian. We zouden ook een bord kunnen laten timmeren met erop. Opgelet, kwaad hoor. Niet zo dom. Dat wordt vaker, ja, weet je. Ook bij mensen die helemaal geen hond hebben. Ja. En als ze toch vlakbij het huis zouden geraken, dan zetten we daar een bord met anti-inbraak alarmtoestel geplaatst. Goed, goed, meisje. Maar denk je werkelijk dat ze zo dichtbij komen? Maar je kunt toch nooit niet weten wat ze doen? Dan zouden ze door de ramen naar binnen kunnen kijken als ze zo dicht komen. Door de tuindeur in de slaapkamer. Ja, dan moeten we van die houten blinden laten plaatsen. Ja, maar die zullen wel veel geld kosten. Ja, dat zal wel, ja. Maar als ze ons niet kunnen zien, dan twijfel ik eraan of ze het wel zullen wagen in te breken. Waarom? Omdat ze misschien geen zin hebben om ergens binnen te gaan zonder te weten wat hun daar te wachten staat. Als we ze kunnen beletten naar binnen te kijken. Maar dan kunnen ze ook niet weten dat we hier maar met z'n beiden zijn. We zullen ze vol papier plakken. Wat? Dat de ruiten. Of nee, over heel het raam, over al de ramen aan de achterkant van het huis. Zo kan er eens en voor altijd niet meer naar binnen worden gekeken. We mogen geen enkel diertje laten. We plakken het papier over de gehele muur. En dan kleven we plakband wat de tuindeur open. Ja. Net zoals jij over de sleutelgat in hebt geplakt. Ja, maar dan zou het wel een gehele karwei zijn om ze nog open te krijgen. Ja, dat zullen we doen, Lillian. En voor de houten blinden zullen we sparen. En de volgende keer, als zij denken dat ze ons ertussen nemen, dan zijn wij het die hen te graven hebben. Storing op de lijn. Dat was een luisterspel van Jennifer Phillips uit het Engels vertaald door René Metsenmakers. U hoorde Dora van der Groen als Mad, Diane de Gouy als Lillian en Marga Nijrink als de vrouw in de telefoon. De studiotechnici waren Roger Kleremans en Marcel Floren. Geluidsregie Robert Bernard en Flor Stijn. De algemene regie berustte bij Herman Niels.